We zijn hier bijeen op de 34e bijeenkomst van de Tilburg University Society. Hier in de mooie pleinzaal van Sociëteit de Witte op 30 mei 2018. Voor een bijeenkomst die gaat over robotjournalistiek en een nieuwe medialandschap. We hebben zoals altijd twee eminente sprekers. De eerste spreker is professor Emiel Kramer, hoogleraar in de School for Humanities and Data Science. En die zal de eerste inleiding doen over robotjournalistiek en ook artificial intelligence in de media. Ik ga iets vertellen over de invloed van kunstmatige intelligentie op het medialandschap. En dan met name op het gebied van kranten en websites. We hebben de afgelopen jaren allemaal kunnen zien hoe de papieren oplages van kranten terug zijn gelopen. Daarnaast zien we hoe de digitale kranten enorm toenemen, de oplages daarvan. En ik wil iets gaan vertellen hoe kunstmatige intelligentietechnieken gebruikt kunnen worden voor de krant van de toekomst. En dan gaat het bijvoorbeeld over computersystemen die op basis van data automatisch krantenberichten schrijven. Of die in grote datasets patronen vinden en die vervolgens visualiseren. En in mijn betoog ga ik laten zien wat de mogelijkheden zijn van de techniek, waar het in de komende jaren naartoe zal gaan. Ik ga verschillende benaderingen bespreken, zowel zeg maar een wat traditionele als een modernere benadering. Maar we gaan het ook hebben over de beperkingen van deze technieken en de risico's die dat in de toekomst zal hebben. Bijvoorbeeld hoe we weten dat het nieuws wat in de media komt te staan echt gebeurd is. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat die computersystemen niet allerlei vooroordelen of biases in krantenartikelen gaan verwerken die we eigenlijk niet zouden willen. Vervolgens zal daarop reageren in de tweede inleiding Joris van Lierop, uitgever van de RTL Nieuwsgroep en een van de meest deskundige mensen op het gebied van robotjournalistiek en ook toepassing van artificial intelligence in de media. Nou, we zien dat voor de journalistiek steeds meer data beschikbaar komt en wel zoveel data dat het eigenlijk voor een verslaggever of journalist niet meer in zijn eentje te verwerken is. We werken daarom steeds vaker samen met artificial intelligence en met data intelligence om allerlei journalistieke producten te maken met die data. Maar ook om consumenten beter te bereiken met onze verhalen gebruiken we de data. Nou, er zitten heel veel interessante zaken eraan hoe de journalistiek daarmee wordt geholpen. Maar we zien ook wel potentiële bedreigingen, zoals bijvoorbeeld dat we mensen in informatiebubbels houden, omdat we ook niet meer misschien voorbij de data kunnen kijken die we krijgen. En ook daar zien we wel een belangrijke rol voor journalistiek om ook voorbij de informatiebubbel een rol te gaan spelen. En daarna hebben we zoals altijd een belangwekkende discussie op basis van Chatham House Rules.